Een hele, hele, hele goede morgen nog. Ja, hoe laat is het? 11:01 heeft hij het. Dus ja, mooi toch. Hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij deze gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Want het is vandaag weer dinsdag. En we leven om, ja, wat zei ik al, 11:01. En het is de 2/7/2024. Ja. Ik krijg bezoek. Ja. Ik geloof dat ik ze eer vorig jaar heb gezien. Niet vorig jaar, maar het jaar ervoor. Toen zijn we met z'n vieren wees uit eten. Dus ja, was gezellig toen. En wat we nu gaan doen, dat is voor jullie nog een vraag. En voor mij al een beet. Maar we nemen jullie daar wel gezellig in mee. Ja. Maar ik ga eerst met de hondjes uit. Want die hebben het ook verdiend en die hebben het ook wel nodig. Ik ben weer blauw, zoals jullie zien, met mijn nieuwe shirt en mijn nieuwe broek aan. Met dat witte erin. Enkel ik heb er nou wel een panty en een legging eronder, want het is maar 15 graden. Ik doe een vest aan en ik doe gewoon mijn zwarte jas aan, die dunne. En ik hoop dat dat genoeg is. En zo te zien is het zonnetje bezig. Ik weet niet zeker, maar... Het is bewolkt, het is skiën, je moet weer zo kijken met gefronste wenkbrauwen. Het is echt scherp, dus mijn zonnebril gaat wel op. Ja, ik trouwens toch heel regelmatig, heel, ja, eigenlijk elke dag op als ik naar buiten ga. Ja, maar alle 's avonds laat natuurlijk niet, maar overdag wel. Maar in ieder geval, ik wens jullie heel, 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 heel veel kijkplezier. Bij deze vlog. Het is ook weer Juttetjesmarkt. Daar gaan we ook weer over als het goed is. En ja, we zien wel waar het schip strandt, zeg ik altijd maar. Het is altijd afwachten bij ons. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet vooral een beetje mee. Tot later. Doei doei. Goed zo. Laat de meeuwen maar weg. Ik weet niet wat voor een eend dit is. Het is een eend, maar wat voor een eend? Ja, mijn raadsel. Met jonkies. Zo lief. Ook zag ik weer een goed eendje, kuikertjes weer. Zo lief. Oh, geweldig. Maar ze gaan hard, die kleintjes. Ik weet echt niet wat voor een vogel dat is. Echt niet. Ja, een eend, maar wat voor een eend. Niet de normale eend die wij kunnen. Nee. Oh, maar wat lief, wat lief. Maar ja, we gaan weer verder. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben er maar weer eventjes bijgekomen bij jullie in de huiskamer. Maar ze zijn er nog steeds niet. En ze zouden bij tijd komen. Rond een uur of half één, 1 uur, meende ik. Want ze wouden... nog wat aan de dag hebben. Maar het is dus 14:58. Hoe dan? De markt gaat straks alweer weg. Gaat alweer opruimen zo meteen. Rond 3:30, 4:00, weet je? Ik weet het niet. Ik heb niks gehoord. En hoe vaak ik al niet bij ze heb. Dat is het weerbericht. Ik niks aan. Ingesproken heb en geprobeerd te bellen via wat is app. Ik heb ingesproken. Ik heb 1, 2, 3, 4 keer geprobeerd via wat is app te bellen. Ik heb een type berichtje achtergelaten. Ik krijg niks terug te horen. Ik weet het niet. Net zoals bij dochter Lief. 1, 2, 3, 4 keer gebeld. Hoe dan? Ik vind... Als je iets afspreekt, kom dat dan na, denk ik. Of bel dan. Ik heb vannacht nog gezegd, tot over een aantal uur. Noppenjendo. Ik snap er niks van. Echt 2 keer niks. Nou heb ik al 3 keer, ben ik al in mijn spelletje geweest. Ik heb nou net een vlog in elkaar gezet. Die is nou bezig te lopen, 14%. Ik weet het allemaal niet meer.
Ligt het aan mij of... Nee, ik heb het niet verkeerd. Ze zouden vandaag komen, want ik moest vorige week, voor deze week, mijn begeleiding afzeggen, omdat hun zouden komen. En ze is er nog niet. Ik begrijp er echt twee keer niks van. Ik vind het zo niet leuk om mij zo lang te laten wachten, weet je. Ik wil eigenlijk nog ook even de markt over. Ja, dan bellen ze maar, denk ik. Want ik ga zo dan toch echt eventjes de stad door, weet je. Verdorie nog een toe. Nee, ik wacht gewoon totdat die klaar is. En dan breng ik hem naar YouTube en dan ga ik dorp nog even op. Ja, wat moet ik anders? Ik zit maar te zitten en te doen enzovoort. Ik vind dat niet leuk. Ik wil ook, het is Juttertjesmarkt, weet je, dat is mijn dag. En ze wilde ook graag mee. Nou ja, dat hoeft straks niet meer als ze nog laten komen. Dat is toch bizar, je had gebakken ja, in huis ervoor ook. Ik weet het niet hoor. Ik vind het zo bizar. En ik ken precies onder de poort en boven die plank zit een kier. Dus ik kan daar ook voeten zien en benen zien. Dus ja, ik weet het allemaal niet. Ja, en in plaats van eventjes je bellen of appen van ja, het wordt later of we komen niet, of weet ik veel. Ze hebben ook mijn huistelefoon, nou, dat is ook niet geweest. Ook niet dat ik met de meisjes weg was, geen telefoon gehad, niks. Dus ik weet het allemaal niet. Nou ja, die ligt lekker daar te slapen. En Rijka legt natuurlijk zoals gewoonlijk weer op haar speelgoed. En daar zit meneertje. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ben daar een beetje, ja, verdrietig om. Waarom laten ze niks weten? Dat vooral. Laat wat horen. Laat wat weten. Waar zijn jullie? Hebben jullie pech? Weet ik veel wat? Ja. Nou ja, ik hoop dat ze alsnog komen. Ik weet het echt niet hoor. We merken het wel. Ja toch, ik kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, jullie in ieder geval nog verder een hele fijne middag gewenst. En we spreken elkaar later wel weer. Ja, en als ze al wel komen, haal ik jullie er natuurlijk ook de gezellig erbij. Maar zoals het nu is, twijfel het. Ik betwijfel of we er nog komen. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Nou ja, ik ga de stad in. Ze komen dus niet. Het was een miscommunicatie. Ze komen pas, nou, de 9e. Andere week dus. Had ik daarvoor Erwin afgezegd en al. Ik weet zeker tot andere week. Dat werd er gezegd. Nou, dat was deze week. Dat werd vorige week gezegd. Tot andere week. Oké, leuk, gezellig. Nou is het de 9e. Dus ja, ik weet niet. Maar ja, in ieder geval, we zullen het beleven. Ik ga er vandoor, eventjes lekker de stad nog in. En dan zien we nog later wel. Ik neem jullie nou niet mee. Ik ga ook denk ik even naar Marianne als die thuis is. Want daar heb ik wat voor in mijn tas. Die lippenstiften allemaal, die ik niet gebruik. En als ik al moet, wil filmen, dan pak ik mijn mobiel erbij. Ik zou zeggen tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben er weer. Ja, en nou, de markt die was al bezig op te ruimen. Enkele die stonden er nog en die pakten net de eerste krat om op te gaan ruimen. Maar veel gezelligheid was er niet meer bij wijze van spreken. En dat was ook heel erg koud. Het is gewoon bizar zo koud. Ja, dat, maar in ieder geval, ik heb wel wat gekocht, maar niet op de markt. Nee. Bij een hele bekende winkel en die winkel begint de naam van met een Z. En het eindigt op een N van Nico. Dus Zacharias en Nico. Met een aantal letters ertussen, hè. Ja, zoek maar uit. Maar ja, ik vond wat. En dat is niet duur. Voor €14,99. En dan heb je
Ja. Dit. Voor op mijn bed. Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Griptime. Ja, helemaal geweldig. Dus hebben jullie weer wat te doen als ze het bed gaat verschonen? Ja, dan trek ik eigenlijk nog een keer weer eens een onderlaken erbij. En dan, ja, ik heb nou wel een zachte roze ook. Ik heb een grijze, maar ik denk, ja, dan ook een groene of zo erbij zien te jatten. Ja, toch? Maar in ieder geval, dan heeft Lily weer wat te doen. Blijf staan. Zo. Dus ja, en ik heb even een bak koffie voor me klaarstaan. En een koekje erbij. En ik ga even genieten, eventjes genieten. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. En tot later. Hi, kerel. Hi, kereltje. Hi, mijn kereltje. Hallo. Nee? Is niet goed? Nee? Nou, daar is Elwin lekker. En Rijke legt weer in haar speelgoedbox. En daar is Mario weer, want ja, ook Patrick is geweest. Ja, daar ben ik blij mee. Want de dame en heer hebben het bankstel weggehaald. Ja, ja. En moet je die lavendelstruik ook zien hoe die uitgedijd is. Mijn genade. Kanonnen. En daar wou ik nou een rozenstruik tegenaan hebben. En dat gaat het hem niet meer worden als ik het zo bekijk. En als er niemand is die er verstand van heeft. Ja, ik er niet in ieder geval. Moet iemand wezen die verstand heeft van lavendels te ruiken en van die bak die daar staat, dat er daar wat in kan, ja. Dat denk ik weer niet te weten. Weet jij dat, Mario? Wat? Nou, bij die middelste paal van de pergola, daar staat een lavendelstruik. Ja. Dat was eerst een kleintje. Ja. Die had ik dan nooit niet willen hebben. Oh. Maar dat is door een ander persoon erin gezet. Oh. Terwijl ik had gezegd van nee, ik wil daar ter zijner tijd een bordeauxrode rozenstruik. Ik zeg, ik wil hem in die grijze bak die daar staat. Nee, toch zijn eigen zin doorgedaan. En ja. Dat dus. Vervelend. Ja. We gaan hem eruit halen. Nou, ik vraag me af of er ook iemand is in jouw omgeving die er verstand van heeft. En of die dat dan zou willen doen, of de potten in die grijze bak. Al is maar een gedeelte. Want kijk, de reden, hij is zo groot. Echt, hij is super groot. Oké, ja. Ja. En dus. Ja, dat dus. Nou, we zitten lekker in een bakkie koffie. Want dat is lekker. Hè? Ja. En daar gaan wij ook van genieten, of niet doen? Ja, zeker. Ja. Hé, hey, Kandolfie. Wil jij snoepjes zometeen? Wil jij zometeen snoepjes? Ja, hè? Ja. Zeg maar ja tegen het even. Maar ja, wij gaan lekker hier verder genieten. En ik zou zeggen, tot later. Gaan wij zo naar het bedje toe? Ja, hè? Want we zijn moe. Alle viertjes, hè. Ja. Was een lange dag, hè. En dat voor jou met een korte achternaam. Ja. Maar ja, het is nou ook alweer 1:45. Ja. De titel is klopt als je zelf stil zit. En ja, ik heb net de tuindeur moet ik er nog op slot. En we gaan dan hardlopen naar het bedje toe. Ja, want ik ben echt heel erg moe. En het is weliswaar. Heb vandaag, zeker morgen, woensdag, 3 juli. En in plaats dat hij gisteren, dinsdag, 2 juli kwam,
komt Erwin en nou vandaag zeker morgen. Ja, ik geloof 2:15 zoiets dat hij mij doorgaf. Mijn telefoon, die ligt hier in de lader. Even koekeloeren. Koekeloeren hier en koekeloeren daar. Ja. Even hem opzoeken, even snel. Daar. Blub. Rond 2:15, zeg ik toch? Ja, het zit hem daar nog wel goed hoor. Mag af en toe wel eens wat vergeten, maar wie doet dat niet? Zoals jeugd doet dat. Ja. Dan spreken ze met iemand wat af. Zoals met een oma of een opa. Spreken ze af van ja, oma en opa, we komen dan en dan wel even bij u langs om te helpen. Al wie er komt, nobody. Oma en opa boos, bel hun dochter, zeker uw zoon. En waar blijft hij? Waar blijft mijn kleinkind? Die zou komen. Dan zijn ze aan het pieren waaien. Ja, met andere jeugd. Kattenkwaad uithalen zo. Ja, je weet het wel. Maar in ieder geval dat dus. Maar nou gaan wij lekker slapen. En meisjes, jij... Ja, yes, schat. Oorbellen er trouwens uit, want deze grote dingen kan er niet slapen. Moet je even in een slootje weer willen? Ja, ook dat moet gedaan worden. En de rest blijft er gewoon in. Daar kan ik wel mee slapen. Dat zijn gewoon, nou ja, dat bovenste dingetje, dat ligt toch in mijn oor met slapen. En anders, ja, hij is zo niet heel klein, ik heb er geen last van. Ja, dus lekker. Ik wou dat ik meer van zulke dingen kan vinden. Ideaal hoor, deze. Ideaal, echt. Nou, en daar kan ik ook mee slapen met die twee. Aan weerskanten. Er zitten er twee in, dus ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden. Jullie ook allemaal welterusten. Lekker gewoon slapen op je bed. En ja, ik weet het ook. Ja, natuurlijk, joh. Bemoei je er nu mee? Waar moet je nou weer mee bemoeien? Goed zo, goed jongen. Wat zou ik nou zeggen? Ja, ik weet niet of je een zijslaper bent, een rugslaper of een buikslaper. Ik ben een zijslaper, dan weer rechts, dan weer links. En ja, ik wil eigenlijk een nieuwe kussen hebben, maar ik weet nog niet wat. Het moet een gezondheidskussen wezen, maar... Ik zat ook al aan, ja, ze noemen het ook wel een voedingskussen. Die heb ik nu, want die had mijn man. En dat had zijn fysiotherapeut van het ziekenhuis verteld. Van, waarom neem je daarvoor niet een voedingskussen? Voedingskussen, wat is dat? Want ja, wij zijn van de oudere stempel, laat me zeggen. Vroeger hadden we ook geen voedingskussen met een baby een fles te geven of aan de borst. Nee, dan nam je, als je al problemen had, nam je een hoofdkussen eronder. Maar verder was niet. Voedingskussens waren er toen nog niet. Dus ja, we zaten stond daar te kijken van wat is dat. Nou ja, dat kan je in een boog leggen. En daar de baby in. En dan lekker de fles geven of wat dan ook. Nou. En ze zegt, dan kan je die tussen je benen leggen. Omdat mijn man dus heel veel pijn had in zijn, bij zijn knieën, ook met zijn spierziekten en alles. Deed hem dat gewoon zeer. Dus daar die kussen, maar dan kan je hem ook tevens lekker vasthouden, je arm eroverheen. Dus nou heb ik hem. En ja, ook voor mijn benen is het gewoon een weldaad. Heerlijk is dat gewoon. En ja, wat je in je slaap doet, dat weet je niet. Dan kun je wel achter je laten liggen en je draait je om en je merkt van niks. Maar word je weer wakker, ja, dan voel je de pijn weer. Nou, dan pak je hem toch wel weer, hoor. Maar ik wil eigenlijk een nieuwe. En dan kun je ook die hele grote kopen. En dan, hoe ze die echt noemen, zwan, met iets van zwaan, maar dan in het Engels. En dan, ja, komt er nog wat achter. Maar het is tevens ook een gezondheids... geval. Want je kunt er helemaal erin leggen, laat me zeggen. Het is zo'n leuk ding ook om te zien. Het is meer een vraagtekengeval als je hem ziet. Ja.
En ze zijn groter dan die ik nou heb. Maar ik wil niet zo'n hele grote joekel. Dat hoeft nou ook weer niet. Nee. Ik heb die meiden ook nog bij me leggen, weet je. Dus ja, het hoeft niet zo'n joekel. Ik wil er niet in begraven worden of zo. Nee. Gewoon een die ik nou ook heb, zoiets. Maar het moet wel echt nieuw. En tenminste nieuw mag ook tweedehands. Dus mocht je er eentje weten... He, graag, ik hou me aanbevolen. Dan neem je maar contact op Facebook. Dat kun je hem ook vinden. En met een paar hoesen erbij, ja. Want die gaan natuurlijk ook verloren op een gegeven moment. Hè. Die gaan ook kapot. En ik weet niet eens waar je hoesen kan kopen voor die dingen. Ook, dat weet ik gewoon niet. Dat moet ik ook allemaal uitzoeken. Maar heb jij er toevallig één over, als jij nog jong bent en je hebt nog net een klein kindje gehad en het is zo genoeg? Nou, denk dan even naar mij, ja. En zoek me maar op Facebook. Ja, mijn link van Facebook staat wel hieronder bij mijn verhaal, ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, lekker slapen, geniet ervan. Morgen allemaal weer gezond op. En ja, jullie weten het, hè. Onze lieve Heer, God, die houdt de wacht. En ik zeg gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.